Op zaterdag 13 november kwam Sinterklaas weer aan in Nederland. Wij en met ons heel veel kinderen waren al vroeg in de haven om de Sint te verwelkomen. De tocht hier naartoe was niet vlekkeloos verlopen. De storm van de afgelopen dagen had flink wat problemen veroorzaakt. Zeezieke pieten, cadeautjes en al het strooigoed overboord geslagen en een kompas wat niet meer goed werkte. Op de boot werd evengoed al druk geoefend met muziek maken en cadeautjes gooien. Sint had twee pieten vooruitgestuurd om de juiste koers te vinden naar de haven. Wij zijn vooruitgestuurd, want wij gaan Sinterklaas binnenhalen en wij hebben apparatuur meegenomen dat hij de goede kant op gaat. Ik zie hier iets staan. Wat is dat? Op de kade stond al een hele tijd een groot cadeau. Van wie dat was en wat erin zat, nou, dat wist niemand. Zouden dit die pepernoten zijn die overboord zijn geraakt? Nee, toch? Nou, dat zien we straks. Het komt in ieder geval allemaal goed. We gaan Sinterklaas even oproepen met onze apparatuur. En we zullen eens even kijken of we contact kunnen maken met de stoomboot. Heb je hem wel aan? Heb je hem wel aan? Ja, ik heb hem aan, denk ik. Hier. Nou, dat klinkt niet zo best. Heb je een andere kanaal? Nee hoor, nee. Dat is hem niet. Al leek het allemaal zo goed te gaan, Zwarte Piet, en dan gaat het op het laatste moment om dit. Maar ik ben ook eigenlijk helemaal geen signaal, Piet. Ik ben eigenlijk helemaal geen signaal, Piet. Ik zoek er iets zo in Spanje altijd voor de vogeltjes in Sinterklaas en Volière. Ik ben de kanarie, Piet. Het komt helemaal niet goed. We gaan Sinterklaas lokken. We gaan hem lokken. Ik heb de lokzak. We pakken even iets anders. We proberen dit straks nog wel een keertje. We gaan even kijken of we wat anders. Nee,
Wat hebben we allemaal mee? Ja, denk je dat dat helpt? Misschien hoort hij dat. Denken jullie dat dit helpt? Nee, dat werkt niet. Wat is dat nou toch weer? Wat heb je nou meegenomen? Roeptoeter. Sinterklaas, deze kant op! Jo! Denken jullie dat dat hem gaat worden? Ik denk het niet hoor. Ik denk het niet. Hey, misschien is het wat met signalen, zoals... Ja? Gaan we even proberen. Seinen gaan we. Nee, misschien moeten jullie even meedoen met seinen. Even met je handen, even bewegen zoals wij doen. De radioverbindingen waren niet al te best. En de kinderen moesten flink meehelpen om de signalen over het water heen te sturen. Nou, ik denk het niet hoor. Ik denk het niet. Ik denk dat we wat anders moeten proberen. We moeten zingen. Als je ons allemaal tegelijk hoort zingen, dan komt u de goede kant op. Dat gaan we doen. Zingen. De radiopiet heeft toch de signalen ontvangen en stuurt een snelle boot vooruit om te kijken of ze op de goede koers zitten. Wat
is nog best afgekomen. En allemaal dankzij jullie, omdat jullie zo geweldig meegezongen hebben met z'n allen. De boot lag nog maar net aan de kant en de Pieten gingen direct snel aan het werk met het lossen van de pakjes. Zo, het zijn er best nog heel veel.